Er voorlopig nog niet in. Nee, dat kan wel even duren. Niks van aantrekken. Die zegt nooit wat. Ik dacht dat er iets was tussen jullie. Ik denk dat ze vindt dat ik er eens tussenuit moet. Werk zoeken. Op eigen benen staan. Vooruitkomen in de maatschappij. In deze maatschappij is het anders niet de bedoeling dat jij vooruitkomt. En dat gaan jullie veranderen. De partij groeit. We worden steeds groter. Dat is de werkloosheid. Aan het eind van deze eeuw is iedereen communist. Dus je hebt ondertussen nog wel even tijd om met mij ergens naartoe te gaan. Goedemiddag, heer. Wij komen voor de advertentie. U heeft een zaak te koop. Waar staat u in, meneer? Katadreuffe. Meijer, Lucas Meijer. Moet dat kosten, meneer Meijer? 900. 200 voor de voorraad en 700 voor de klanten. Dag. Ik heb er natuurlijk helemaal geen kijk op, maar 700 voor de klanten. Volgens mij komt hier helemaal nooit niemand. Ik denk dat ik er wel wat in zie. Zie jij klanten dan? Het is nog vroeg en het is slecht weer. Het gaat zo regenen. En het geld? Wie betaalt dat? Hoeveel? 900. 900 gulden? Ik neem aan dat u over voldoende onderpand beschikt. Heeft u een onderpand? U heeft geen onderpand. Ik geloof niet dat wij zaken met u kunnen doen. Spijt ons bijzonder. Goedemiddag. Ik vroeg mij af of het misschien... Ja. Hoeveel? Ik heb vandaag 900 gulden geleend bij de maatschappij voor volkskredieten. Om een sigarenzaak over te nemen in de bloemenbuurt. Ik ga het huis uit. Je kon wel eens wat zeggen. Je doet maar. Je doet maar. Je gaat nog heel raar staan kijken. Heel raar. Het is anders weer knap stil hier. Het is nog vroeg. Oh ja. Het gaat zo regenen zeker. Daar zou u best eens gelijk in kunnen hebben. Kijk u eens. Als er nou nog eens wat is, dan weet u mij altijd te vinden. Het allerbeste, heren. Het allerbeste. En u wordt bedankt. Nou, kijk eens. Sterkte ermee. Oh ja. Zeg maar tegen moeder dat ze zich geen zorgen hoeft te maken.
voor meneer Meijer. Het is dringend. Meijer! Meneer Lucas Meijer? Ja, en wat moet je van me? Terug bij mijn moeder realiseerde ik me dat ik eigenlijk nooit een eigen zaak had willen hebben. Laat staan een sigarenzaak. Het was alleen maar een poging geweest om aan haar te ontsnappen. Maar de zaak zou ernstige gevolgen krijgen. Geachte heer, aangezien ik u heden niet thuis trof, deel ik u middels dit schrijven mede dat voor uw persoon faillissement is aangevraagd. Sodemieter. Faillissement is aangevraagd door de Maatschappij voor Volkskrediet. Die bank? Van uw persoonlijke bezit is heden inventaris opgemaakt. Mijn boeken! Ik verzoek u vriendelijk om u morgenmiddag 3:00 te mijn kantoren te vervoegen met een overzicht van uw boekhouding, uw bankschuld, uw huurschuld, als mede een lijst van al die overige schuldeisers. Hoogachtend, meester J.A. de Gankelaar, curator. Goedemiddag, u heeft een afspraak? Ja, om voor meester de Gankelaar. Meneer Katadreuffe. Meneer Katadreuffe voor meester de Gankelaar. Jacob. En? Overmorgen terugkomen. Ik heb ze alles verteld. Van de zaak, de bank, alles. En ik moet overmorgen terugkomen. Ja, van de kale kip kun je niet plukken toch. Luister, die twee daar die gaan over het magazijn. Er komt de plek vrij. Ik heb gezegd dat je ervaring hebt. Is niet zo, beter zei je ook. Ze moeten alleen even zien dat je niet dom bent. Ja, maar wacht even. Ik heb werk. Ik krijg werk. Ik krijg werk op het kantoor. Wat voor kantoor? Dat advocatenkantoor. Ik ga daar werken. Je hebt er om werk gevraagd? Nee, ik ga er om werk vragen. Overmorgen, ik ga daar werken. Op een advocatenkantoor? Ja. Daar werken advocaten. Ja? Hoe weet je dat? Ik weet het zeker. Ik ga naar huis, ik moet nadenken. Jacob! Jacob! Uw bezittingen zijn getaxeerd op 15 gulden. Dat is de geschatte waarde van uw boeken en het is, naar ik begrijp, alles wat u bezit. Op 15 gulden kan geen enkel faillissement drijven. Het zou de kosten niet eens dekken, bij lange na niet. Dus ik heb besloten om de rechtbank voor te stellen uw faillissement op te heffen bij gebrek aan baten. Ik neem aan dat u daar geen bezwaar tegen heeft. U bedoelt dat... Ik bedoel dat ik de rechtbank zal vragen uw faillissement op te heffen. Schrikt u dat? Mooi. Meneer, als het u niet ongelegen komt, dan wilde ik u nog wat vragen. En wat gaat u nu doen? Wat zijn uw verdere toekomstplannen? Ik zoek al geruime tijd geschikt werk op... Werk? Afschuwelijk. Op een kantoor. Dat is nog veel erger. Kan ik u absoluut niet aanraden.